Totaal nutteloze discussies, zonde van de tijd ook. Ja, omdat jij straks komt. Elk vuurwerkverbod is niet te handhaven. Nee. Om heel eenvoudige redenen. Dat vuurwerk buiten Nederland ruimschoots voorhanden is en ook ruimschoots te koop is. En dat wij niet, dat ze in het buitenland niet lijden aan die psychologische afwijkingen die wij in Nederland op dit punt ontwikkeld hebben. De traditie hebben ze niet, zullen we maar zeggen. Dus je kunt het in heel Nederland verbieden, dan zal het alsnog gewoon... Maar het blijft merkwaardig dat binnen Europese landen eigenlijk explosieven geproduceerd mogen worden. Ja, waarvan je gewoon weet, die gaan de markt... Daar ga ik helemaal niet van te kijken, eerlijk gezegd. Ik denk dat er wel meer dingen worden geproduceerd in Europese landen... waar Jort Kelder zich de takken van zou schrikken. Dat denk ik niet, hoor. In Brabant zelfs denk ik. Albert Verlinde, Maarten van Rossum, we praten straks nog uitgebreid met jullie door. Want we gaan even kijken of het allemaal wat vrolijker wordt in 2023. En omdat we graag positief beginnen, beginnen we bij Maarten van Rossum. Je verwacht het niet, maar Maarten, jij bent niet eens negatief over het begin van dit jaar. Ik moet even bijkomen van de schuifbeweging. Ja. Jongen. Nee, ik denk dat 2023 een minder grimmig karakter zal hebben dan veel mensen denken. Er heerst een beetje een rare ondergangsstemming. Vrij breed is mijn gevoel. Dat er verschrikkelijke dingen gaan gebeuren en dat geloof ik helemaal niet. Sterker nog, ik denk juist dat de gebeurtenissen van 2022 ons allerlei nuttige dingen hebben geleerd die we kunnen gebruiken in 2023. Een positieve Maarten van Rossum. Rossum wordt steeds narriger. Hij denkt, wat is dit? Ten eerste denk ik niet dat het kabinet 1, 2, 3 valt, omdat er heel weinig alternatief is natuurlijk. Links en rechts, dat zijn onmogelijke partijen omdat ze dingen eisen of in een programma hebben staan die volstrekt idioot zijn en niet uitgevoerd zullen worden. Dat is een van de politieke problemen waar Nederland voor staat. Dat centrum natuurlijk een beetje in elkaar gedrukt wordt. Waarbij allerlei mensen die eigenlijk niet natuurlijke politieke vrienden zijn samen in een kabinet moeten gaan zitten. Maar dat ligt aan het feit dat de Nederlandse kiezers aan de vleugels een grote hoeveelheid krankzinnigen in ons parlement gezet hebben. Maar kijk, stikstof is een probleem. Of dit kabinet er nou zit of niet. Als er nu nieuwe verkiezingen zouden komen en je kiest nu, dan blijft dat probleem er. Dus dan is dat nog steeds... Dat haalt het niet weg. Jij wilt wel graag een historisch perspectief zetten, begreep ik. Hè? Jij dacht aan 1973 tijdens de oliecrisis. Ik dacht aan al die crises die wij doorgemaakt hebben. Omdat ik ontzettend oud ben, kan ik me ook van al die crises nog herinneren. En ik geloof dat jullie een filmpje klaar hebben staan over Joop den Uyl met zijn zwarte bril. Het wordt nooit meer zoals het was. Ja. Vervolgens zijn we vier keer zo welvarend geworden. Ja. Oké, laat me even naar hem kijken. Dan gaan we er eerst even van genieten. En dan pak je hem op, ja? Is dit nou onrustbarend of geruststellend? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is dolkomisch. Ja. Dat is toch eigenlijk een enorme komische scène. Hij doet het overigens fantastisch. Ja. Je zou verliefd op hem worden, toch? Want hij werd... het was toen als ik rij 100 als Den Uyl opdondert. Dat was ook geen, het was ook een gepolariseerde situatie in feite, net zoals nu. Maar waar ik eigenlijk mee wou beginnen is dat heel veel mensen kijken veel meer, denk ik, naar nieuws dan vroeger. En nou ja, je weet, wij weten hier allemaal dat slecht nieuws, dat is nieuws. En goed nieuws, dat is geen nieuws. En eigenlijk zou je mensen moeten verplichten om eens wat te lezen over het feit hoe goed het nieuws eigenlijk is van de laatste halve eeuw. Hoe paradoxaal dat ook klinkt. Neem dat boekje van die zweet, dat Factfulness. Dat is voor iedereen een hele nuttige handleiding. Het is een boekje van dit, dus het is goed te doen. Ja. Maar heel veel mensen, doordat ze net voortdurend naar die tv kijken, denken, grote god, wat moet dit met de wereld? Je zou zeggen, als we de tv afzetten, komt goed. Dat bestaat er toch hele mooie dingen op de televisie. Ja. Het nieuws is niet alleen maar negatief. Nou, dat zou ik nou niet direct... Ja, dat komt er zijn mooie dingen op de televisie. Meestal hebben ze dan een uitsmijter met een olifant die gelukkig is met een nieuw banaantje of zo. Ja. Dat is toch meestal het positieve nieuws, ook in Nederland. Want diezelfde sentimenten die we hier hebben, heb je in Amerika precies zo. De hele westerse wereld heb je dat gedoe. Met ons gaat het prima, maar met het collectief gaat het slecht. Ja. Daaruit kun je al afleiden dat het eigenlijk vrij goed gaat. Niet waar, want dat blijft ook uit de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. 80% van de Nederlanders laat zich keurig inenten. Is niet tegen de overheid, is tegen polarisatie. Gaan ze maar door. Hoe zou het dan komen, Maarten, dat zie je altijd die hele grote brede middenklasse, ook wel bijzonder voor Nederland. In Amerika verdampt die, maar in Nederland bestaat die nog gewoon. En toch hebben we al die splinterpartijen erin, 20, 22 fracties die om dezelfde kiezers vechten. Ja, dat komt dat je in Nederland vrij makkelijk via de kiesdeler in de Kamer komt. Als je iets meer dan 60.000 stemmen haalt in Nederland, dan zit je in de Kamer.
Ja. En dat heel veel mensen vinden dat. Overigens wou ik dit allemaal helemaal niet zeggen. Nee, het ging om de positiviteit. Ja, ja. Als je geen nieuws kijkt, dan is het oké. Okay. Als nou. Jullie over andere dingen zitten te zeuren, dan moet ik daar iets over zeggen natuurlijk. Ik dacht eigenlijk dat er een reeks van ontwikkelingen was in het afgelopen jaar die ons best positief kunnen stemmen. Ik heb het niet over de bevolking van de Oekraïne. Die hebben een afschuwelijk jaar gehad en waarschijnlijk ook nog wel voor de boeg. Tegelijkertijd zie je daar een proces van natievorming waar je u tegen zegt. Laten we eerlijk zijn, de Oekraïne was in allerlei opzichten een embryonale natie. En wordt nu een natie. Dat is de paradox van Poetin. Die de Oekraïne wil opslokken, nietwaar, in het imperiale Rusland. Ja. En wat doet hij? Hij creëert een nieuwe natie. Ze kunnen dat voor decennia kunnen ze dat natie tegenaan. Maar noem nog eens een ander positief ding. Dit is bijvoorbeeld een positief punt. Een van de meest positieve punten is natuurlijk dat we wel een wake-up call hebben gehad van Poetin. Ja. Maar dat tegelijkertijd gebleken is dat het zoveel geprezen leger van Rusland, wat enorm gemoderniseerd was en toegerust met de modernste wapens. Het was, wij riepen pief, paf, poef bij de oefeningen. Ja. Het was verschrikkelijk gewoon. En wat blijkt, zelfs bij pief, paf, poef zouden we de Russen waarschijnlijk nog gemakkelijk kunnen waarschijnlijk met de NATO. Hey, Albert even. En het leven is wel mooi. Inderdaad, wat je ook zegt. Daar hebben we die cultuur in nodig. Soms is het mooi en soms is het niet mooi. Maar helpt cultuur ook als het ook niet mooier maken dan het is. Maar wat ik plaatselijk veel meer zie is dat mensen toch met elkaar, omdat je elkaar allemaal kent, je woont met z'n 32.000 daar, probeer je eruit te komen met elkaar. Nou, en kom je tot in principe niet maatgevend voor de rest van de planeet. Met een EBI die er zit, waar meneer Taghi zit. Ik heb meer goed nieuws. Ja? Oh ja? Ja, maar dat waarschijnlijk zijn we aan zo'n beetje. Ik denk dat we dan gaan zijn. De laatste tussentijdse verkiezingen leverden een totaal verrassende uitslag. Een veeg voor Trump. Die heel interessant is, omdat wat in Amerika gebeurt, anders dan wat in Vught gebeurt, voor ons van grote betekenis is. Niet waar? Dat gebleken is dat er in Amerika in feite een meerderheid is te vinden die niets moet hebben van het idee dat die verkiezingen gestolen waren en dat het gemalverseerd is enzovoort. Dat zeg maar van het redelijke midden, toch? Ja, maar dat is maar dan sluit ik toch op je aan, want dan vind ik toch, je kunt zeggen, in tegenstelling tot wat Vught gebeurt, dan raak je natuurlijk diep in mijn ziel, dat voel je ook wel. Maar dat je denkt, ik hoop oprecht dat de landelijke pers, want je zei ook over al die kleine partijen die allemaal zichzelf willen neerzetten, van wij zijn tegen, we zijn dit. Iets meer dit zou toch geen kwaad kunnen. Misschien een grote reportage over Vught. Eigenlijk wel. Ja, en toch blijkt dat zo'n geheugensteuntje echt heel erg nodig is voor mensen. Dus ja, ga daarmee aan de slag. Wees gedisciplineerd en doe dit gewoon elke dag. En vul dingen aan als je dat belangrijk vindt. Maar zullen we iedere maand terugkomen om te kijken waar we vaststaan? Dan? Zullen we elkaar vaststaan? Ja. 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 Nou, het mooie is dus wel dat iedereen wel positief is. Dat de tafel ruim voldoende beweging krijgt. Ja, jij moet. Gaan we nog een keer schuiven. Dit was praten over jouw problemen. Dit was hem, jongens, voor vanavond. Eerst op 1 van het nieuwe jaar. Morgen ontvangt het hemelse EO-duo Thijs en Giovanka een gezant uit Rome. Maak er wat van. Bedankt allemaal en tot morgen.